En die visjes. Ja. In Turkije, de visjes. Oh, die ergste reacties die ik heb. Hé, dat is de broer van... Ja. Nooit echt strak vast kunnen houden. Het enige moment dat kon was het moment dat ze overleden was. Ja. Toen heb ik het zo strak vastgepakt. Omdat ik dat nooit heb kunnen doen. Ik kan dingen en ik wil dingen. Dus waarom heb ik dan een lijf dat tegenhoudt? Dat is gewoon niet eerlijk. Nee, dat is niet eerlijk. Ja, de realisatie dat mijn lichaam steeds... verder achteruit gaat en dat ik steeds minder kan. Dat zorgt ook voor het gevoel dat mijn eigen lichaam steeds meer als een gevangenis aanvoelt. Ik vind het eigenlijk indruisen tegen alles wat je als moeder wil zijn. Vanaf het moment dat ik de verzorging op me nam. Dat je blaren moet doorprikken en in je kind moet knippen en dat je hem zeer moet doen. Ja, dat is alleen maar mogelijk door hier iets uit te zetten.